Bayantown. Yo mensen van Bayantown, welkom terug bij een nieuwe video. Vandaag hebben wij een iPadje hier zo. En op dit iPadje, wat voor spel hebben wij hier? Het mooiste spel ter wereld. Starlit Adventures. Adventures, yes, ja zeker. Deze game is onlangs uitgekomen, de tweede editie. En hij staat op Nederlands mooi. Tweede editie? Ja, dit is versie 2.0. Dus ik weet eigenlijk niet wat versie 1.0 is. Oh mijn god, versie 2.0. Wij zijn next level. Ja, next level. Shit, jongen. Ja, ik heb eigenlijk geen idee waar het over gaat. Dus, ik ook niet. Ik ga gewoon spelen. Tafel van aanschuiven. We hebben hier een of andere soort van molrat met een roodkapje. Nee, het is een konijn. Is het een konijn? Het lijkt op een konijn. Nou goed, het lijkt zo'n konijn dat je zeg maar vermoord in je slaap, zeg maar, als je wakker wordt en dergelijke. Je hebt verschillende levels, maar we moeten natuurlijk eerst al die andere levels gaan uitspelen. Oh mijn god, dat kasteel. Maar dat fucking kasteel. Echt... Dat echt eindlevel moet zijn. Gewoon een roze kasteel. Wauw. Maar goed, we gaan dus met het eerste level beginnen en ja. We gaan eens even kijken wat voor spelletje het is. Dit doet me denken aan Dick Duck van vroeger. Ken je dat spel? Op de NES. Het moet een soort van Nintendo vibe hebben. Oh, maar dus, nu heb je die blokjes daarboven gemist. Dat kost je punten. Ja, maar ik kan toch maar één kant op. Ik kan maar niet dat kost je punten, jongen. Ja, fuck it. En wat? Oh, ik zie diamanten. We gaan een pickaxe maken. Ik wil wel laten we een diamond pickaxe maken. Hij gaat best wel... Dude, je hebt diamanten. Dat zijn diamanten. Maak een diamond pickaxe. Nee, dit zijn eigenlijk... Nee, ga naar links. Nee! Je had die punten daar kunnen pakken. Ja, je bent echt slecht. Je weet niet hoe dit spel speelt. Oh, yeah. Oh, ik heb een bomb. Oh, je hebt een achievement. Een vijand verpletterd. Huppakee, achievement hunters. Hij ligt te slapen, Jordi. Dat zie ik ook wel, dat hoef ik me niet te vertellen. En een item, een beetje een aparte situatie. Wat zijn die ogen eigenlijk? Ja, die gast heeft ook een gezicht van een ster. Geweldig. Het is een sterretje. Het is een sterretje van Gerrit Joling. Oh, laat hem maar. Ik heb één gemist. Ja, je hebt die diamond weer gemist. Zie dat, je hebt ook die diamond. Hij is echt slecht. Ja, ik speel dit level en dan speel jij lekker het volgende level. Maar ik zie al hoe je die sterren haalt. Oh, wacht. Oh, kijk. Ik heb een... Pack opening. Kist opening. Pack opening, jongen. En nu, dit is het eerste level volgens mij. Maar je haalt sterren op basis van hoeveel sterren je haalt in het level. Het is niet hoeveel punten je haalt, dus dat vind ik wel weer lullig. Dus je hoeft helemaal niet... Oh, wacht. Maar ik krijg nu wel een energiebonus ofzo. Nieuwe topscore. Ja, maar ik wil die sterren, dus mijn boete niks. Ik heb een achievement gekregen. Nou, weet je? Fuck jou met je achievement. Hier, laat mij eens kijk eens, ga jij, probeer jij eens een keer. Oh man, ik heb eigenlijk nog nooit met een tablet... Bo en Kiki hebben sterren gevonden! Ik vind het... Ik heb nog nooit met een tablet gespeeld, man. Geweldig. Echt nog nooit. Ik heb nog nooit met een tablet gespeeld, ik zweer je. Dit is echt mijn tablet opmaking. Dat ding is fucking zwaar voor een tablet. Op een Apple tablet of gewoon op een Android? Gewoon nooit een tablet. Maar het is die eerste keer, dat is speciaal. En op camera, hè. Schiet met pijn om vijanden aan te vallen. Hé man, je hebt boogschutter. Nice, een lok. Tik boven de lijn om de kracht van de outfit te gebruiken. Wat? Awesome. Welke lijn? Doe dan gewoon deze aanvallen. Bam! Jongen, verdrijf je pushy, maar ik heb er ook... Moet omdraaien. Daar, ik wil... Oh man, ik ben het echt niet gewend. Maar het is ook zo groot, man. Je kan volgens mij die ook kapot schieten nu. Met die pijl. Dat klopt. Jij hebt die instructies goed gelezen, beste man. Ja. Jij hebt die instructies goed gelezen. Dat is ijs, hè. Dat kan je met pijlen breken. Ja, nee, dan kun je ze allemaal kapot schieten. Nee, je gaat zo dood. Fuck dat, jongen. Je gaat zelf dood. Oh nee, je kan het niet. Je kan het niet meer. Zelf dood. Oh. Wat maakt mij die punten uit? Ik ga gewoon die speedrun doen. Je had daar fucking... Let op. Wat een kill kunnen hebben. Oh, kut. Nee, ben je nou dood? Really? Wait, yo, wat is dit? Voor tweede level gaat hij dood. Nee, maar wat is dit nou? Je mag die duwt niet aanraken. Nee, wat is dit nou? Ga door. Nee. Dat is je currency. Die moet je voor betalen. Ja, doe maar gewoon even opnieuw spelen. Oké. Wollewabbel is dit. Oh, zie me schieten. Ik ben net Robin Hood. Robin uit de hoed. Oh, dacht hij even. Wat is dat? Wat loopt daaronder? Geen idee, boeit mij niks. Hatsenflats, speedrun. Valt op zijn hoofd. Ja, hatsenflats. We gaan weer door, hoor. Wat doet hij nou? Wacht. Jammer. Ik miste hem. Bam! Kijk. En dit is hoe je het spel speelt, Jordi. Je wordt hier agressief van, man. Ik word hier zwaar kinderspel, agressief van, je... Nu moet ik wel... Hoe ga ik de sleutel pakken? Ja, hoe kan ik... Stickers! Een pack opening. Stickers. Waarom kom ik hier... Waarom kom ik daar dan niet door? Dat is een hardblokkie. Ja, hoe kom ik die hardblokjes dan weghalen? Ja, dat heb je een of andere laserstraal voor nodig of zo. Laserstraal? Oh, misschien dat je later een andere outfit krijgt waar je die deur die ster kan pakken of zo. Dus je kan springen. Maar je kan wel die kist niet openen. Schat! Pack opening! Loot! Speedrun bandage. Yes. Doet die gewoon, nu mag jij dit. Kunnen jullie die stickers openmaken of niet? Voltooi je level zonder schade op te lopen. Twee keer dood gegaan, maar niet. Hypack, jongen. Bo en Kiki hebben een stickerpakket gevonden. Oh, listertje! Oh, Gertje. En pack up the day! Oh! Wat is dit?
Oh, dat is kan je plaatjes maken. Het is geen puzzel. Leuk hoor. Nou, het is geen puzzel. Het is staat een gewoon, game. Er staat gewoon bij die woord. Maar je kan hem completen. Dat is toch geen puzzel? Je kan hem completen, daar gaat het om. Maar jij zegt puzzel. Ik zeg al een puzzel. Ja, dan gaan we dit. Oh, ik kan kiezen. Oh, avontuur. Je kunt altijd een outfit van Bo en Kiki kiezen voordat je aan de level gaat beginnen. We kunnen kiezen tussen de avonturen outfit of de boogschutter outfit. Maar de avonturen outfit doet niks. Ja, dus we gaan lekker voor boogschutter hoor. Oh, wacht even. Kijk. Spring over de obstakels. Wat? Oh. Oké, dan doe ik deze. Ja, dat hebben we die sowieso. Fuck that shit. Boogschutter. Maar is hoe spring je? Oh, je kan gewoon zo. Oh. Dat wist hij niet. Dat wist die jongen niet. Dat zei het eerste level. Wat is dit? Je wordt toch zenuwachtig van? Go, speedrun, go! Noem je snel maar ineens. Ja, go. Snel! En dan links, rechts. Oh, nice. Oh, bam! Goed. Speedrun, go! Oh! Dat doet hij wel. Zegt hij dat ik ga dood twee keer bij... Ik ga twee keer dood of zo. Oké, ik gebruik al die punten, YOLO. Ik ga twee keer dood in de tweede level. En deze meneer gaat continu dood. Wanneer moet je daarop dan? Gewoon snel, gewoon speedrun, bam. Pak je sterretje en dan hebben we 3 sterren. En de sleutel. Ja, de sleutel. Je had je bijna gemist, hè. Wafel op die fucking schat, daar gaan we. Er zat eigenlijk best wel weinig in de schat. Er zat best wel weinig in de schat verkeerd. Maar we hebben niet alle energiebonuses. Oh, ik heb wel top scoren. Level up! Oh, level up? Nee, ja, ik weet niet. Ik wil niet met Facebook verbinden. Ga weg. Nee, ik heb geen Facebook. Ik heb precies geen Facebook. Ik heb wel. Oh, behaal niveau 2. Klik door! Woe! Dat is anticlimax. Oh, wow, filmpje. Oh, anticlimax. Oh, wow. Wat is dit? Bonus level, bonus. Oh, ik heb maar één pack. Oh. Je hebt zo'n munt. Waarmee je dus drie van hebt gebruikt. Elke keer als je hem gebruikt, moet je er weer eentje bij doen. Dus waarvan je dus juist 3 hebt gebruikt? Ja. Ja. Nu heb ik er 18. Gaat hij tegen mij zeggen, ja, moet je niet doen. Maar, moet je niet doen. Pack opening 2.0. Hier, je mag hem overvegen. Oh. Als het niet goed is, ik zeg het je. Oh, bollen. What's up, folks? Oh, pack opening! Ik heb gewoon 2 steeds. Fuck. Ja. Ik wil een rare. Oh, helaas. Oh, die hadden we volgens mij al. We hebben geen rare. Volgens mij hadden we die al. Die kan ik deze slepen. Slepen, jongen. Waar kan ik gewoon klikken? Jongen. Ik krijg er XP voor. XP voor. Points. Oh ja, hij gaat gewoon de hele tijd naar het plekje waar die gewoon is. Ja, dat is gewoon. Anders moet ik gaan. Die hadden we al. Oh, dubbel. We gewoon dubbelen. Wie wilde ruilen? Verkoop hem. Kan ik niet dit? Verkoop hem voor monies. Level 4. Oh, nieuwe outfit. De bomgordel outfit. De popgordel outfit. De bomgordel. Dit is echt de bomgordel outfit. Oké, dit is een misplaatst spelletje voor deze periode. Gebruik bommen om de vijanden te laten ontploffen. Let's go. Dit is echt mijn ding. Okay, maar dit is mijn ding. Eén ding, ga geen opmerkingen maken nu over prijs. Want dat gaat ja, jij begint er nu over. Gebruik de bom dan. Oh, Akbar. Ja. Dat is geen opmerking over. Nee. Maar nu kan je dus al die kutsteen kapot maken. Dus dan moeten we nu weer maar dan terug. Krijg je een soort van, dat is toch zo'n spelletje, Bomberman. Ja, maar dan moeten we nu eigenlijk weer backtracken. Nee, of kun je gewoon teruggaan. Gewoon replayability. Hashtag replayability. Kijk wat ik heb gedaan. Oh my god. Gaat hij. Hij voelde de pijnlijke dood aankomen. Pijnlijk. Maar kijk, dit kan ik wel doen. Let op. Dat wou ik helemaal niet doen. Je moet het gewoon in het midden zetten. Nee, helemaal niet. Jawel, kijk maar. Nee, kijk, doe gewoon zo. Oh, die gooit ze. Huh? Die gast is echt gewoon zo van, rip. Oh, maar hij gooit hem voor zich. Rip. Oh. Rip. Dit is ook gewoon geniaal. Je ziet ze ook echt gewoon huilen. Gewoon, maar, rip. Wat ik denk, let op, hè. Deze jongen. Deze jongen. Onverwacht. Hij defied de wetten van natuur. Maar dus als ik daarin wil, let op, hè, wat ik gewoon kan doen. Dus nee, ik kan allemaal... Hij gaat zakken naar beneden, let maar op. Oh, wow. Oh, kut, te veel. Oh, my god. Back opening! Schat opening! Dat vind ik een mooie. Dan kunnen we volgende video gaan we dan gewoon de parallelpiek afmaken, dames en heren. De parallelpiek! Check even hier beneden in de beschrijving als je dit spelletje ook wilt downloaden op je iPad, iPhone, Android devices. Het maakt allemaal niet uit. Het is een gratis spelletje in de App Store. Ga checken. Je weet dat. Oké. Maar in ieder geval, jongens, volgende week doen we dus nog even de laatste 4 levels van parallelpiek afmaken. En vanaf dat moment kunnen jullie zelf gaan spelen. Hebben jullie deze playthrough gezien van het eerste level? Dus bedankt voor het kijken. Laat even een duimpje achter. En we zien jullie de volgende week weer. Houdoe. Zoals ze dat in Brabant zeggen. Houdoe, bitches. Dat zeg ik altijd. Ja? Ja, ik zeg altijd houdoe, maar ik ben geen Brabander. Later.